Oh ja, ja, kijk. Oh, dit ziet er heel goed uit. Ja hoor. Ja, is weer opgestart. Heel nice. En zo is het tijd voor dacht wij in Pikmin 4. Shepard is er klaar voor, Colin is er klaar voor en wij zijn er ook klaar voor. Als jij er ook klaar voor bent, doe een duimpje omhoog. En ik heb gehoord dat echte Nintendo fans zich altijd abonneren. Vergeet het niet hè, om even te abonneren. Oké, Shepard verklaart deze vergadering voor geopend. Twee reddingsteamleden zijn gevonden. We missen nog 4 reddingsteamleden. En de Shepard is nog niet operationeel. De Shepard, dat is onze ruimteschip. Otjin en ik moeten vliegen naar het gebied waar de noodsignalen vandaan komen. Want daar zijn de vermiste collega's. En we moeten naar het zonovergoten landgoed. Yo, later. Doei, mazzel. Neem even mijn ui mee. Daag. Daar zijn we. In het zonovergoten landgoed. Het ziet er wel een beetje, nou, een beetje verdrietig uit allemaal. Een beetje grauwig allemaal. Het zonnetje schijnt dan wel, maar voor de rest, En hier moeten we dus een van de reddingsteamleden gaan zoeken. Kijk, en linksbovenin zie je wanneer de klok gaat tellen. Als de rechterrand bereikt wordt wanneer de zon ondergaat, ja, dan moeten we dus naar binnen. Want in de nacht is het altijd gevaarlijk. Hopelijk kunnen we deze missie gewoon netjes in 1 dag afronden. Oké, daar gaan we. Otjin, val het beest aan. Lekker. We kunnen de Pikmin deze even neerhalen. En deze. Otjin is gewond. Otjin is gewond. Otjin, jij moet niet gewond zijn. Gaat het weer? Oké, dan brengen ze dat beest even hier naartoe. En dan kunnen we nog meer Pikmin even uit de grond stampen. Hoe meer Pikmin er zijn, hoe beter. Laten we deze missie in ieder geval met meer dan 20 Pikmin starten. Kijk, dit is gelijk zo'n groot blok. Toppie. Komen er meer eruit. Maar volgens mij kunnen we maar tot maximaal 20 nu. Dus even kijken hoor. 18, 19, ja 20. We kunnen maximaal met 20 Pikmin rondlopen nu. Oké, hond. Let's go. Oh nee, oké. Hier hebben we 20 Pikmin voor nodig. Dit is een soort van kristalletjes. Mooie stenen. Maar volgens mij was dit een brug of zo. Oh nee, dit zijn ruwe grondstoffen. Als je het verhit, smelt het tot kleedbare klei. Oké, ik weet nog niet zo goed wat we ermee moeten. Maar laten we het maar meenemen. We hebben blijkbaar ook een wetenschapper in de crew zitten. En ik denk dat wij die dus in dit gebied gaan vinden, de wetenschapper. En die kan ons dan waarschijnlijk daar wel mee helpen. Dus we nemen het gewoon mee. Lekker bezig, jongens. Toppers. Ja, heel goed. Het zijn eeuwenoude poorten, blijkbaar. Ja, ik dacht dus dat het een trap was, eigenlijk, in de vorige Pikmin games. Maar helemaal goed. Oh, kijk, ik zie daar een bal. Kan ik hier omhoog? Ik kan hier niet op. Oh, maar kijk, daar is een portal. Misschien moeten we inderdaad even ondergronds gaan. Oh, maar we krijgen even instructies dat Otjin blijkbaar ook een goed reukvermogen heeft. En die kan ons dan laten zien waar we naartoe moeten. Oké, Otjin. Ik heb een opdracht voor jou. Ga een schipbreukeling zoeken. Volg de geur. Dan volg ik jou. Kijk, dit is top. We zijn zelfs sneller dan Otjin. We moeten deze kant op. Pikmin, pak dit beest. Breek deze muur af. Let's go. Lekker, kijk ze timmeren. Pop, 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 pop. Heerlijk. Goed bezig. Super, jongens. Hou vol. Oké, breng het inderdaad maar lekker naar de basis. Dan ga ik met deze Pikmin verder. Ik heb er nu 13 meegenomen, maar misschien dat ik ze allemaal wel moeten hebben. Maar ik heb eigenlijk niet zo zin om terug te lopen. Maar anyway, we hebben een grot gevonden. Hier zijn ook eieren. Wat zit er in die eieren dan? Oh, dit is nectarine. En daar worden je Pikmin sterker van. Kijk, nu hebben ze een bloemetje op hun hoofd. En dat betekent volgens mij dat ze sterker zijn geworden. Ze kunnen nu sneller lopen. Dat was het inderdaad. Ze kunnen dan sneller lopen. Hier, jongens. Geniet ervan. Hier, wil nog iemand aan de nectar? Ja, misschien moet ik toch die andere Pikmin ook even meenemen die nu daar staan te chillen. Ik zou heel graag willen dat ze gewoon automatisch terugkomen lopen eigenlijk. Maar dat doen ze niet. Ik kom jullie wel halen, hoor. Kom, hop. Kom maar mee. Jullie ook? Kom mee. Oké, daar gaan we. Kijk, zie je? Deze achterste, die zijn wat langzamer. Die anderen, die blijven beter bij me. Hier, is nog wat nectar. Geniet ervan. Nou, ze hebben niet allemaal nectar, of wel? Oh, wel. Nou, lekker, man. Lekker. Oké, Otjin, je hebt dit gevonden. We gaan hier naar beneden. Snel. Let's go. Dit is de vorstgrot. Oeh. Of de beagle kan Pikmin naar mij toe brengen. Oeh, dat is wel echt handig. Nou, ik wil er gewoon 20 meenemen. Maar dat is nice. Blijkbaar als je dus extra Pikmin in de Beagle hebt zitten en je gaat de grot in, dan kan je gewoon Pikmin vanuit de Beagle meenemen. Dus hoef je niet terug te lopen. Wat ik dus net wel deed. Oké, ik ben heel benieuwd naar deze gevaarlijke grot. There we go. Ik zie daar een paar larven. Oeh, maar Otjin heeft de schipbreukeling gevonden. Eerst even deze larven allemaal kapot maken. Zo. Hier hebben we 7 Pikmin voor nodig om deze weg te slepen. Oh, die larven die worden ook lekker daar naartoe gebracht. Oh, maar daar zit gewoon 1 Sprankelium in blijkbaar. Oh, handig. Oké, we moeten blijkbaar daar naar boven. Oké, Otjin, maak even deze dingen kapot. Let's go. En deze ook. Dan kunnen we erdoor. Nice. Oh my god, kijk daar. Oh, er zijn blauwe Pikmin. Die zijn aan het worstelen, aan het vechten. Pak hem. Pak dat beest. Oh, 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 oh. Otjin, je pak hem ook. Oh, maar nee, gaan er nou een paar Pikmin dood? Nee. Oh nee. Oh, hij is bevroren. Gebruik je fluitje om te zien of het effect ongedaan kan maken. Ja, eerst dat beest even verslaan.
Maar blijkbaar ging dit goed. We hebben de ijspikmin ook gevonden. Hey. Lekker man. Olimar die zegt, ik zag de pikmin altijd als plantachtige wezens. Dus ik had niet verwacht dat er een ijsvariant zou zijn. Ijspikmin gebruiken hun ijzige lichaam om water en beesten te bevriezen. En kunnen in het water drijven. Oh, oké, dat is handig. Nou, kom maar gezellig mee jongens. Ondergronds kunnen we blijkbaar meer pikmin hebben. Omdat wilde pikmin vanzelf volgen. Oh, die komen gewoon gezellig mee. Top. Oh, ik heb alleen wel Oshi nodig. Potverdorie. Hier dan jongens, hier, geniet van de nectar. Zo te zien gaat nu de timer ook niet door. Boven wordt het natuurlijk nacht, dan zie je die timer linksboven in beeld. Maar die zie ik nou helemaal niet. Gebruik je de kaart zo nu en dan? Nee, eigenlijk niet. Maar is goed, ik kijk wel even. Ja, we moeten hier rechts, dan zien we een schat. Hier zien we nog wat van die kristalletjes. Komt goed joh, komt goed. Pak die beesten! Die kunnen we ook gewoon lekker bevriezen. Ja, de verschillende pikmin, die kunnen natuurlijk ook verschillende krachten doen. Oh, laten we deze even wegduwen. Super. Kunnen andere pikmin deze nog even wegbrengen? Je hebt een papieren tas laten zakken. Ja, oké. Okay. Ja, dat zag ik al. Ja. Dit was de papieren tas. Dankjewel voor de tip. Hier ligt nog wat. Kijk, dat is een of andere tube. En hier kunnen we nog wat doen. Zo. Oh, kijk, er zijn er weer pikmin bij. Oh, en hier is een nieuwe ui. Komen daar de ijspikmin uit? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Neem het mee, jongens. Let's go. Ja, jullie regelen dit voor mij? Top. We hebben een opgraving voltooid. Ja, ja, ja. Ben je wat voor je pikmin kwijt? Nee, ik ben niemand kwijt. Ik weet dat ze hier staan. Kijk, die staan gewoon hier te chillen. Oh, ja, 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 ja. Lekker. Lekker bezig, jongens. Toppertjes. Daar ging de ui in de beagle. Laten we hem bovengronds brengen om te vergelijken met onze huidige ui. Ja, gaan we doen. Maar eerst heb ik hier nog een hoop te doen. Ik denk dat ik deze dingen moet bevriezen of zo eerst. Kijk, kijk, kijk. Dat klopt. En als we deze dan bevriezen, dan kunnen we ze natuurlijk gewoon kapot slaan. Let's go, pikmin. Maak hem kapot. Toppers. Ja, lekker dit. Oh, kijk daarachter. Daar ligt hij. Daar ligt mijn maat. Althans, het is niet echt mijn maat. Het is meer de maat van het reddingsteam. Daar is hij. Breng deze schipbreukeling naar de Beagle. Zodat we kunnen kijken wie het is. Yo, is goed. Neem hem mee. Ik gok zomaar dat het onderzoeker is. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, goed bezig jongens. Goed bezig. Wie is dit? Hoppakee, die nemen we ook mee. Colin kan zijn ID-kaart vertalen. En het is... Het is Jack, uitvinder, materiaalexpert en gepassioneerd wetenschapper. Precies. Uit ruwe grondstoffen maakt hij allerlei nuttige hulpmiddelen. Oeh, dat is heel nice. Kijk, daar is de volgende. Nog 3 te gaan. Laten we naar de uitgang gaan. Alles is hier gefixt. Ja, daar zijn we weer. Hoppakee. Volgens mijn berekeningen is er in de tijd dat je ondergronds was, bovengronds slechts 1/6 van de tijd verstreken. Oh, dus de tijd gaat langzamer als we ondergronds zijn. Kijk, daar is de volgende ui. De originele ui die absorbeert die ui. En dan... Nu? Wat gebeurt er? Oh, kijk, nu kunnen we 10 pikmin meer meenemen. Dat is top. Dan nemen we gelijk 10 van die ijspikmin mee. Als ze dan water tegenkomen, dan kunnen zij gewoon over het water heen. Nee, die staan nu zeker bij die ui. Even kijken hoor. We zijn behoorlijk ver weg van de Beagle. Ja, dat klopt. Laten we deze even allemaal meenemen en dan gaan we terug naar de Beagle. Goed zo, jongens. Oh, wat gebeurt hier? Dit lijkt een of andere constructie die nog niet af is. Wie zou er mee bezig zijn geweest? De brug zou eens goed van pas komen als die af was. Ja, ik wou hier ook wel een brug bouwen. Maar ja, ik denk dat we heel even terug moeten nu. Ik denk dat ik net op de verkeerde knop drukte of zo. Toen ik er 10 wou meenemen, dat ik op annuleren drukte. Zou dat zomaar kunnen? Ik denk dat dat is gebeurd. Anyway, ze zijn erbij. We gaan even hier kijken. What's the flots? Dat is 1. Dat is 2. Ik heb hondje nodig om deze kapot te maken. Nice. En hier staan er nog 2. Let's go. Top. Oh, kijk. Nu kunnen we deze bal meenemen. En hier zijn nog wat kristallen. Nemen we ook mee. Lekker bezig. Deze larven pakken we ook. We pakken alles. Super jongens, lekker bezig. Oh, kunnen we... Ja, kijk. Met de ijspikmin kunnen we blijkbaar hier een brug maken of zo. Of kunnen we dit naar beneden trekken. Top! Heel nice. Daarboven ligt ook nog een bal. Daar gaan we ook even naartoe. En we zijn op de helft van de dag. Jeetje, wat gaat die dag snel. Dat is niet oké dat dit zo snel gaat. Pak hem. Let's go, pikmin. Pas op. Oh nee, er staat 1 in de fik. Oh nee. Houd B ingedrukt en richt op de pikmin om het vuur te doven. Is goed. Let's go. Wat een vervelende vijand is dit. Oh, maar we hebben hem. We hebben hem. Ja, top. Super. Cool. Wat ziek idee. Oké, dan nu deze bal. Kunnen we... Ik wil die bal. Kunnen we die niet pakken? Kan ik daar echt niet bovenop richten? Dat moet toch kunnen, jongens. Nou, blijkbaar kan ik die helemaal nog niet pakken.
Wat stom. Oké, maar ik had net wel hier een brug gemaakt. Dus ik wil hier wel even gaan kijken. Kijk, hierbovenop is ook weer een ui. Maar daar kan ik denk ik ook nog niet bij komen. Nee, Colin zegt ook, daar kunnen ze niet bij. Deze is echt mega groot. Lekker, met z'n allen. Hot ziek idee. Zelfs die kunnen wij verslaan. Oh, oh, vijanden. Hier, pak hem. En pak al deze stenen mee. En pak die enemies. Goed bezig. Nou, we zijn wel lekker aan het verzamelen, moet ik eerlijk zeggen. Maar nu is wel iedereen weer weg. Kijk, hier kunnen we nog niet echt naartoe. Oh, hier hebben we gele Pikmin voor nodig. Ja, hier hebben we gele Pikmin voor nodig. Nou, ondertussen gaat iedereen weer terug naar de basis, zo te zien. Ho, ho jongens. Ho jongens, kijk uit. Kijk uit, laat je niet opeten. Laat je niet opeten. Ja, kom maar achter mij aan. Ja, kom, goed zo, kom maar achter mij aan. Niet mijn Pikmin pakken. Hier, ik leid het beest wel af. Hallo, ik ben hier. Ik ben hier. Nee, ik ben hier. Niet mijn Pikmin pakken. Potverdorie. Oh, wat is er? Zou het kunnen dat kapitein Olimar deze circus voor ons heeft geplaatst, wordt er gezegd. Het is alleen jammer dat het beest hier is. Laten we hier een kamp opzetten. Vanuit Dandori perspectief is het handig om dat te doen, om onze reisafstand hier kort te houden. Ja, inderdaad. Ik wil heel graag hier een kamp opbouwen. Maar, oké, we moeten dit beest niet te verslaan. Maar iedereen gaat eerst weg. Ja, de dag is dus ook bijna voorbij. Maar het is denk ik goed om nog even voordat de dag eindigt daar een kamp op te bouwen. Kom mee allemaal, jongens. De dag is bijna voorbij. Ja, laat me liggen. Laat me liggen, dat beest. Jullie ook, laat me liggen. Kom, we gaan. Oké, kijk, wat zie je? De dag is dus bijna voorbij. Maar we gaan gewoon... We gaan deze aanpakken, met z'n allen. Met z'n allen, let's go. Let's go. Kom hier, kom terug. Niet kapot gaan. Hoppakee, pak hem. Oh my god. Oh my god. Ja, lekker. Goed gedaan. Heel goed. Super. Dus nu kunnen we het kamp verplaatsen naar deze plek. Oh, ja, lekker is dit. Dat is super nice. Nu kunnen we dus vanaf hier verder. En dat moet ook. Dat is handig. Dan hoeven we niet steeds heel die weg terug te lopen. Kijk, nu zijn we gewoon naast de brug. Ja, dan pakken we nog even deze aan met z'n allen. Lekker. Hotziek idee. Ja, die hebben helemaal niks op ons, joh. Een Colin die zegt, ja, het wordt laat. Maak af wat je aan het doen bent als het kan. Want bij zonsondergang moet je namelijk terugkomen bij de reddingsbasis. Want s'avonds is het inderdaad gevaarlijk in de Pikmin games. Want dan worden de beesten op de planeet veel te agressief. En we moeten dus eventjes kijken hoe we hoger kunnen komen. Want hier is bijvoorbeeld ook een tas voor een shortcut. En we hebben dus die gele Pikmin nodig om hier doorheen te komen. Want gele Pikmin die kunnen tegen elektriciteit. Dus ik denk dat we dat moeten gaan doen in de volgende video. Oh kijk, hier is natuurlijk ook water. Ah, het is bijna tijd, maar die kunnen op water lopen, toch? Oké, oh nee, niet verdrinken! Nee, kom maar met z'n allen dan. Verdorie, daar staan er ook nog een paar. Maar we moeten de rode Pikmin dus achterlaten. Zodat we hier in het water kunnen gaan. En daar die stenen kunnen pakken en allerlei dingen kunnen doen. Deze dag is ook weer voorbij. Alle Pikminnetjes mogen terug in hun ui. En dan gaan we de dag beëindigen. Althans, ik denk dat vanzelf gaat als ik gewoon hier wacht. La 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 la. Nou, zo te zien zijn er geen achterblijvende Pikmin. Hebben we dat even goed opgelost? Iedereen heeft het overleefd. Niemand verdronken, niemand verbrand of bevroren. Dus dat is mooi. En we zijn ook weer terug bij onze matties. We hebben Jack weten te redden. We hebben best wel wat Spranklium ook gevonden, zo te zien. En 13% van de vorige planeet gefixt. Dat is nog niet superveel. We hebben daar nog genoeg te doen. Maar Jack is terug. Super nice. En Colin vraagt, wat kunnen we nou met die blauwe stenen? Als we die stenen verhitten, dan worden ze zacht en kneedbaar, waardoor ze elke gewenste vorm kunnen aannemen. Het is een veelzijdige ruwe grondstof. Ik denk dus echt dat we daar een brug mee kunnen gaan bouwen. Jack heeft de 3D-printers al klaargezet, zodat we dat wondermateriaal ook echt kunnen gebruiken. Oeh, lekker man. Vanaf morgen zullen onze reddingsmissies nog soepeler verlopen. En ik heb er zin in om dag 4 te gaan spelen in Pikmin 4. Dus ik hoop dat ik je gewoon weer bij de volgende video zie. Mazzel!